Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veend seizoen 3. Spannend! We zitten hier even op mijn schedel die ik 2 afleveringen geleden heb gebouwd. En waar we vandaag weer veel progressie aan gaan maken. In de vorige video heb ik helaas niks kunnen bouwen omdat ik veel te druk was met het verzamelen van Netherite tools of Netherite zodat ik mijn tools kon upgraden. En dat was natuurlijk helemaal gelukt. Dus deze video wil ik hier mijn berg even weer wat verder bouwen. Dan wil ik daarboven die lelijke redstone machine wil ik even verbergen. En ik kreeg veel reacties van jullie dat jullie zeiden... Max, maak er een vuurtoren van. Of maak er een grote boom van of zo. En dat waren hele goede reacties. Maar ik ga toch helaas wat anders maken. Ik heb namelijk als idee dat ik dacht... Een vuurtoren, dat is leuk. Alleen, ja, dan moet die middeleeuws zijn. En om nou nu een vuurtoren te gaan bouwen... Bovenop waar mijn schedel staat... Vind ik een beetje een gekke plek voor een vuurtoren. Ik heb dat liever aan de andere kant van het water daar. Dus ik dacht, wat nou als we daar een oude ruïne maken... Van een soort van kasteel dat daar in het verleden heeft gestaan... Ver voordat de piraten hier kwamen. En die laten we dan helemaal vervallen. Dus helemaal gewoon... Hij is basically aan stront geholpen. Het is gewoon een oude vervallen... Klein kasteeltje. En dan wil ik aan deze kant wil ik het even verder gaan bouwen. Hier allemaal. En aan de andere kant nog even niet. Want anders wordt het weer te veel voor 1 aflevering. En zoals gewoonlijk jongens. Jullie kennen mij. Voordat ik een aflevering start. Ga ik al mijn spulletjes vast verzamelen. Zoals je hier kan zien. Heb ik dat wederom gedaan. En ik krijg dan af en toe een reactie. Dat mensen denken dat ik het incheat. Of vals speel. En dat maakt mij oprecht een beetje verdrietig. Want ik doe zo mijn best. Gelukkig zijn het er maar een paar jongens. Gelukkig weet merendeels dat ik op daadwerkelijk gewoon aan het grinden ben. Om al deze blokken te verzamelen hier. Ik heb hier zelfs nog allemaal andere blokken. Die ik niet eens nodig heb voor dit bouwwerk. Maar goed. Dat is helemaal niet belangrijk voor nu. In ieder geval, voordat ik dit wil gaan bouwen... heb ik wel een ander leuk klein dingetje dat ik wil gaan doen. Dus we gaan heel even weg van dit. En dan denk ik dat ik zo meteen terugkom... en dat dit gelijk ga bouwen, wat ik hier allemaal vertelde. Maar laten we naar het spookhuis gaan van meneer KB. We zijn bij meneer KB, zijn spookhuis. En dan vraag je af, een spookhuis, hoe komt hij nou hier? Waar staan we? We staan hier ten eerste bij de tolpoort die ik bij meneer KB gebouwd heb. En hij was er natuurlijk niet zo blij mee. En dit is zijn reactie op mijn tolpoort. En ik weet nou helemaal niet wat ik moet verwachten, wat het is, waarom het er staat. Ik heb zoveel vragen. Maar goed, laten we maar een kijkje gaan nemen. Alwel, er staat hier verboden voor piraten, hoewel. Als in, hoewel, misschien toch ook weer niet. En dan staat hier weer... Je kan best even een kijkje nemen, toch? De deur staat open. En dan vervolgens staat hier weer... Oei, nu moet je dit helaas lezen. Dat ik moet het nu wel lezen. Maar er staat dat piraten hier niet welkom zijn. Maar toch ook weer wel. Want meneer KB heeft dit speciaal voor mij gebouwd. Dus ik weet niet wat ik moet verwachten hiervan, jongens. Ik vind het eng. Ik had eigenlijk moeten wachten tot het nacht is. Dan had het nog enger geweest. Maar ik heb gewoon weer geen geduld. Dus laten we maar naar binnen gaan, jongens. In het spookhuis van meneer KB. Het is heel klein. En ik ben benieuwd wat hier staat. Ik doe de deur achter me dicht. Daar gaan we. Zo, kapiteintje. Dus je gaat zomaar in huis binnen. Omdat de deur toevallig open staat. Ja, dat is eigenlijk wel precies wat er gebeurd is. Dit project is nog lang niet afgerond en daarom is dit gebouw betreden streng verboden. Gelukkig voor jou kan je het goed maken. Oh jee. Oh, dus ik heb nu regels verbroken. De opdracht is simpel. Zingen een refreintje van een zelfbedacht liedje met als titel... Piraten en cowboys staan samen sterk. Vreemde titel, maar die heb ik ook niet bedacht. En wat als ik het niet doe? Vraag je je dan af, ja, wat nou als ik het niet doe? Wat nou als ik geen refreintje van een zelfbedacht liedje wil zingen... met als titel Piraten en Cowboys staan samen sterk, oh jee. Nou, ik geloof dat je kijkers dan flink teleurgesteld zullen zijn. Je hebt het nu voorgelezen. Iedereen zit op het puntje van zijn stoel. Ga ervoor, ouwe rakker. Oh, nee. Met vriendelijke groet, meneer Gerechtigheid. PS, gebruik vooral je keyboard. Dat vinden ze volgens mij leuk. Oh, nee. Oh, maar ik heb mijn keyboard helemaal niet hier. Die is hier helemaal niet. Die is een... Oh, god. Meen je dat? Moet ik een zelfbedacht liedjes maken? Met een refreintje? Oh, dit is echt erg. Dit is echt erg. En wacht even. Ik moet dus een liedje maken, heel kort. Het is een refreintje, dus het hoeft denk ik maar iets van 30 seconden te duren hooguit. En met de titel Piraten en Cowboys staan samen sterk. Nee, KB, wat doe je me aan? Dit is echt een spookhuis, dit is een nachtmerrie. Oh, maar ik kan jullie inderdaad nu niet teleurstellen. Maar mijn keyboard die ligt hier niet, dus die moet ik ergens ophalen. Dan moet ik een liedje bedenken en dan moet ik die schrijven. En het is avond op het moment. Nou, KB, laten we dat dan maar doen.
Hallo. Ik ben er klaar voor. Piraten en cowboys. Piraten en cowboys. Samen staan ze zo super sterk. Ja, ze staan samen sterk. Ze staan samen sterk. En zonder elkaar zijn we niks. Oh ja, Meneer B. Oh ja, Meneer B. Jij bent de chef, dat is erg. En dat rijmt op beenmerg. Je hebt een cowboystraat. En dat is... niet laat, want piraten en cowboys staan sterk. Samen zijn we niet een kenningmerk. Piraten en cowboys, ja, samen staan we sterk. Oh, ik schaam me kapot. In de kerk. Piraten en cowboys. Oh jongens, wat was dit erg om te doen. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Laten we maar gewoon doorgaan alsof het niet is gebeurd. Meneer KB, ik heb je opdracht gedaan. Mag ik nu kijken wat er nog meer in het huis te doen is? Ik ben sowieso even gaan wachten met weer opnemen tot het nacht was, jongens. Want ik wilde het ook even aan jullie laten zien in het donker. Dan heeft het veel meer het spooky spookhuis effect. Maar meneer KB, echt waar. Ik wil op zijn minst een beloning of zo voor wat ik hier gedaan heb. Dit was echt vreselijk. Volgende keer als er staat verboden voor piraten, dan ga ik er ook gewoon niet in. Want dan gaat er sowieso weer zoiets gebeuren en dan moet ik weer iets stoms doen. Of weet ik wat allemaal. Dus laten we maar gewoon opstappen op mijn paard en teruggaan over de tolpoort naar huis. En het moment maar gewoon vergeten. Goed, we keren terug in Piratenland, jongens. En het valt me nu al gelijk weer op dat daarboven is zo ontzettend lelijk. Dus laten we maar snel die kant op gaan. Even hier door het huis rijden met mijn paard. En dan gewoon letterlijk zo snel mogelijk lekker daar wat op gaan bouwen daarboven. En even een stukje van de muur uitbreiden. Want als je nu hier op het schip staat... Wacht. Als je nu hier op het schip staat, is dit natuurlijk gewoon een best wel lelijk uitzicht vanaf hier. Dus laten we een muurtje uitbreiden, misschien een eilandje erbij. Een ruïne wilde ik erop bouwen, volgens mij. En ik zeg volgens mij, want het is een dag geleden, bijna 24 uur geleden, dat ik hier stond bij de intro van de video om uit te leggen wat ik hier wilde doen. Dat is bijna 24 uur geleden. Dat lijkt misschien niet zo. Maar dat is het wel. Dus goed, jongens. Laten wij beginnen met een prachtige timelapse waarin wij dit hier even gaan uitbreiden. Ik ben benieuwd naar het resultaat. En jullie gaan het zien in 3, 2, 1. Jongens, daar zijn we weer na een prachtige timelapse. En wat ben ik blij met het resultaat. En dat zeg ik eigenlijk altijd, ben ik achtergekomen als ik klaar ben met een timelapse. Is dat soort van mijn standaard zinnetje die ik zeg. En nu kan ik er niet meer niet op letten. Dus moet je maar eens een paar video's terugkijken. Elke keer als ik klaar ben met de timelapse zeg ik precies dat. Maar dat is helemaal niet belangrijk voor nu, jongens. We hebben een heel leuk dingetje gebouwd. Ik heb aan het einde hier ook nog even het stukje land wat hier zat, heb ik weggehaald. Ik twijfelde... om er misschien een strand te maken. Maar dan zou het leuke basalt wat hieronder zit helemaal niet meer logisch zijn. Want waarom zou daar dan het steen helemaal vervormd zijn en verkleurd zijn door het water als daar gewoon geen water komt. Dus in plaats van een strand heb ik het gewoon plat gemaakt. Misschien dat ik dit verhoging hier onder water misschien ook een keertje nog lager maak. Maar dat is voor nu helemaal niet belangrijk. We kunnen hier ook een keertje gewoon zoals daar wat zeegras overheen gooien en zo. Maar in ieder geval, het is bijna af aan deze kant. Het enige wat ik nu nog wil doen is hier een soort plank met een bruggetje daarheen bouwen. En dan is het misschien onlogisch dat er een bruggetje zit. Maar ik vind het wel vooral heel handig. Dat ik dan als ik hier aankom lopen zo, hoppakee, hier de boot op kan. Stel ik wil door naar mijn bomenfarm, kan ik gewoon in plaats van niet... Hoef ik niet altijd via het schedel, weet je. In plaats van dat ik via het schedel ga,
sta, kan ik ook gewoon via mijn boot. En dan via die ingang daar kunnen we zo naar de bomenfarm toe lopen. Wacht, laten we even een andere mooiere hoek bekijken. Oh mijn god, mijn bijenfarm, jongens. Wacht even tussendoor. Mijn bijenfarm gaat helemaal tekeer. Dat betekent... Oh, de kist zit vol! Oh, wacht even. Oh god, de kist zit ten eerste vol. Dat is al niet heel handig. Laten we hier allemaal even blokken van maken. Oh, de herrie. Ik moet echt even dit allemaal naar de winkel gaan brengen, jongens. Ik heb veel te veel blokken. Veel te veel honing. Oh, ik heb echt te veel honing. Dan maken we hier ook allemaal even zijn deze blokken van. Droppen we dit erin. En dan moet ik hem even bijvullen, want hij gaat helemaal tekeer, jongens. Dat betekent dat de flesjes op zijn. Bij allemaal bijna gewoon. Hier, flesjes zijn op. Hoppakee, there you go. Flesjes zijn op. Gooi we dit erin. Oh, dat is zo irritant, jongens, als de flesjes op zijn. Ik moet echt meer flesjes gaan maken. Die dingen gaan helemaal tekeer als ik dat niet doe. En nou ophouden. Zo is het mooi geweest. Zo is het mooi geweest. Oké, de machine is weer even tot rust gekomen. Laten we een mooi plekje opzoeken om even naar het verlaten piratenkasteel te kijken. En ik ben echt ontzettend blij met hoe de ruïne daarboven eruit ziet. Het is zo cool gewoon qua locatie. Ook dat je dat schip hebt en op de zijkant zie je dan zo gewoon een soort verlaten torentje die half is ingestort. Je ziet vooral, vind ik heel mooi, vanaf deze hoek de verdiepingen zie je ook nog mooi, weet je. Je kan zien dat hij echt meerdere verdiepingen ooit heeft gehad. En dat hij misschien een, ja, dat het een waaktoren was. Of misschien woonde er wel een soort van heer of lord of weet ik wat allemaal. Ik heb geen idee, jongens. Ik verzin er ook maar een verhaaltje bij. In ieder geval is het een hele coole locatie voor een verlaten toren. Ik vond het zelf wel een leuk bedacht idee. Laten we nog even vanaf de pier kijken. En het mooie aan dat bouwwerk, jongens. Het is natuurlijk niet gewoon alleen voor de sier. Maar hij heeft ook echt nog een goed nut. En dat is gewoon het feit dat het een bomenfarm is. Je zou het haast niet zeggen natuurlijk. Maar daarboven wordt die TNT zo helemaal door de berg naar beneden gegooid. En dan daar beneden landt het op de boom die ik plaats. En dan kan ik het hakken. Eén nadeel of nadeel een angst van mij. Ik heb het nog niet getest. Dus ik hoop absoluut met heel mijn hart dat als ik hem aanzet dat niet de hele boel opblaast. Ik heb natuurlijk al meerdere keren gewoon de farm gebruikt. Maar niet nu die toren erbij staat. Slash het gebouw wat er een half... Het is een halve toren, half gebouw. Ik heb het natuurlijk nog niet helemaal getest. Dus laten we erheen gaan. Laten we hem aanzetten. En heel hard hopen dat niet alles op zal blazen. Dan gaan we even via het schedel gaan we ook. Pakken we hier een bootje. Ik ben zo blij dat ik overal gewoon bootjes heb liggen. Pakken we hier een bootje. Al ligt er daar ook een bootje. Dus ik moet al via deze route terug. Oeh, trouwens, één ding ben ik vergeten, jongens. Het is zeg maar een soort van mobfarm hier binnen geworden. Het is echt mega gevaarlijk. Met alle monsters en weet ik wat hier allemaal spant. Dus laten we zo snel mogelijk doorlopen. En hopen dat er niks spant hier. Ah, daar bedoel ik een skeleton. Oh, ik heb mijn armor niet aan. Oh, mijn... Oeh, heeft hij mij in 2 hits dood. En ik span hier omdat mijn bed weer is... Ik heb mijn bed weer eens gemold. Span ik weer helemaal hier. Oh mijn god, jongens. Het zit niet mee. Ik heb waarom trek ik ook mijn armor uit? Omdat ik dan mijn skin zie en dan wil ik er weer leuk uitzien voor de video. En dan trek ik mijn armor uit en dan ga ik weer dood. Zolang mijn spullen niet despannen, vind ik het helemaal top. Gewoon, vind ik het helemaal prima. Nou, we zijn er weer bijna, jongens. Oh, ik vind het zo cool eruit zien als je hier nu aankomt lopen. Het is zo een nieuwe sfeer hier. Zo gaaf. Oh god, ga ik dit overleven? Ik heb nu al 5,5 hartje. Mijn spullen! Armor aan. Hop, hop, hop. Hoppakee. Oké, laten we dit ding even aanzetten en kijken wat het resultaat is. TNT, alsjeblieft, ik smeek het je, valt door dat kleine gat daar. Ik smeek het je echt waar en niet opblazen. Oh ja! Oh, het werkt nog gelukkig, jongens. Oh, wat ben ik daar blij mee. Ik was al heel even bang dat de TNT niet meer door dat gat zou vallen. En dan misschien door de blokjes die ik geplaatst heb verschoven zou worden. Of weet ik wat allemaal. Maar nee, geen zorgen. De TNT valt nog steeds op het obsidian blokje daar. Helemaal vanaf de wachttoren. Laten we gelijk weer uitzetten. Ik ga hem nu niet gebruiken. En dan wil ik het eigenlijk hier even belichten. Want het is veel te gevaarlijk hier binnen. Zoals je kan zien is het net te donker. Dan gaan hier allemaal beesten spannen. En ik wil dit natuurlijk van binnen ook nog ooit een beetje mooi hebben. En sowieso deze hele kant moet nog gemaakt worden. Want het loopt nu hier heel mooi. En volgens is deze hele kant nog gewoon open. Oh, moet je zien. Dit ziet er niet uit natuurlijk vanaf deze kant. Dat gaan we ook nog een keertje doen. Niet deze aflevering, want daar heb ik helaas geen tijd voor. Als ik dat ook nog moet gaan doen. Maar heb ik... Ja, ik heb torches, gelukkig. Laten we even de boel een beetje op zijn minst verlichten gewoon. Oh, creeper. Creeper! Boe! Nee! Nee! Waarom blaas je op? Waarom sla ik nou mis? Wat ben ik slecht in Minecraft? Gelukkig heeft hij niks bijzonders opgeblazen, maar het is wel irritant. Oké, het is op zijn minst een beetje op de onveiligste plekken belicht. Daar is het nog niet helemaal belicht, maar ik denk dat dat ook niet een heel grote risico zal gaan zijn. Terwijl ik erop afloop en alsnog ga belichten. Dus ik weet niet waarom ik zo'n verhaal erover vertel. Goed, het is helemaal prima zoals dit. Dan, jongens, zoals je misschien al meerdere keren hebt gehoord en misschien zelfs al hebt gezien,
Het was waarschijnlijk in de timelapse misschien wel eens zichtbaar. En misschien daarvoor ook al nog. Maar ik heb deze grote vriend hier gevonden. Een random villager. Althans, zombie villager. En volgens mij heb ik nog wel golden apples en een potion voor jou. Dus laten we jou eerst even genezen. Dan gaan we je aan boord brengen. En Harry is nog steeds vermist. Ik weet nog steeds niet waar Harry is. Dat is voor de tweede keer alweer dat Harry vermist is. Oh! Even tussendoor, even wat anders jongens. Kijk, Floor die stuurde mij een berichtje. Max, mag ik wat kwarts kopen van jou? Dus ik zeg, ja hoor, loop maar naar mijn kist toe. Ik had er een ding voor neergezet. Ik zeg, hoi, verzin zelf maar de prijs. En ik heb nog niet gekeken wat ze gekocht heeft, maar... Oh, jongens, deze kist zat bijna helemaal vol met kwarts. En Floor heeft emeralds, 2 diamonds en een netherite ingot ervoor. Even een netherite ingot, dat is serieus wel overpowered. Daar ben ik wel heel blij mee. Goed, hier ergens. Ja, kijk, potion of weakness. En dan moet ik alleen nog een gouden appeltje hebben. Een appeltje. En natuurlijk wat goud hier. Volgens mij heb ik hier nog meer goud in zitten in mijn chest. Ja, dan maken we een golden apple. Gaan we terug naar onze vriend hier. Al wordt het wel avond, dus laten we eerst even slapen. Maar nee, trouwens, dat kan niet, want als ik hier ga slapen... dan zegt die monsters er niet bij, omdat jij in de buurt bent. Dus ik ga eerst genezen. Komt die 1 en 2. Bada bim. Bada boom. Hoppakee. Zo, hij is aan het genezen. Dan kom ik later voor jou terug, jongeman. Ik zal het even dichtbouwen voor je, zodat je niet aan wordt gevallen door zombies. Goed, dan komen we daar later deze aflevering terug. Dat gaat allemaal vanzelf gebeuren natuurlijk, jongens, dat genezen. Daar hoeven we eigenlijk helemaal niet bij te zijn. Oké, ik heb ook per ongeluk de weakness op mezelf een beetje gegooid, maar dat maakt niet uit. Dat gaat zo natuurlijk uitwerken. Laten wij heel eventjes langs de winkelvallei gaan en kijken of mensen wat dingetjes bij mij gekocht hebben. Misschien wat hout, misschien een keer die netherite upgrade tools dingen. Oh, wat ziet het er goed uit. Wat ben ik echt, ik ben zo blij met dat we dit gedaan hebben, jongens. Die berg daar voegt zoveel toe met die toren erop. Oké, let's go. Naar de winkelvallei. Goed, we zijn aangekomen in de winkelvallei, jongens. En het eerste wat je ziet is natuurlijk een nieuw soort winkeltje daar. En je zou zeggen dat lijkt op mijn skin. Maar dat ben ik dus absoluut niet. De vervelende, slechte YouTuber Makkes. Kijk hoe lelijk deze guy eruit ziet met zijn rode shirt of zo. Gadverdamme, dit is Makkes. Lelijke gast. Hij is weer begonnen met zijn YouTube kanaal. En hij dacht, weet je, laten we inbreken op Content Veen. En een winkeltje bouwen. En dan zeggen sommige mensen, je bent zelf Makkes en zo. Maar kijk nou even goed naar die foto. Ben ik toch helemaal niet? Dat is toch logisch? Maar goed, ben je nou benieuwd naar hoe dit allemaal in elkaar zit... Dan moet je wel naar Makkes. Zijn YouTube-kanaal gaat hij natuurlijk gewoon Makkes. Hij wil me inhalen op YouTube, beweert hij, maar het gaat hem nooit lukken. Dus hierbij een kleine shout-out naar Makkes. Zijn kanaal staat in de beschrijving. Abonneer hem mooi eventjes op hem. Gunnen we hem ook nog eens wat abonnees. Wat kan ik ook weer doen? Oh ja, de winkel. Oh ja, laten we eerst even daarboven kijken. Eerst heel eventjes hierboven kijken bij mijn netherite dingen. Want volgens mij heeft niemand nog iets gekocht. Omdat ze het allemaal te duur vonden, zeiden ze. Ze vonden 30 diamonds, vonden ze te duur. Dus bij deze... verander ik hem, omdat mensen zo gemeen zijn, naar 20 diamonds per stuk. Misschien dat mensen het dan kopen. Bij de hand komt het Venus allemaal. Bij de handen. Bij de handen? Bij de handen. Oké, prijzen zijn verlaagd. Hey, wie dit leest is gek. Groetjes kou. Dat betekent dat ik gek ben. Maar dat betekent ook wellicht dat er dingen gekocht zijn. Nee, dat is dus weer niet zo. Hij heeft niet dingen gekocht. Maakt niet uit. Hoort erbij. Deel van het vak. Wat ik wel eventjes wil doen, jongens, is wat ijzer kopen. Want ik merkte net dat mijn ijzer een beetje op begint te raken... in verband met lanterns, chains en weet ik veel wat allemaal. Dus ijzer hebben we absoluut nodig. In de Wild West Iron. Laten we daar even naar binnen gaan. Even wat diamonds pakken. Plop, 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 plop. Hoppakee. Dan wil ik kopen 8 diamonds voor 1 stack. Dat gaan we zeker doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oh, dat zijn 9. En een stack voor 1 diamond te kopen. Ook nog 2 stack lanterns. Die komen altijd van pas. Nou, dan hebben we voorlopig weer even genoeg ijzer. Waar ben je? Benny? Hallo? Oh, hier ben je. Goed, laten we teruggaan naar huis. Nou, tenzij je in een chest staat. Oeh, dan wil ik eigenlijk even 2 diamonds uitgeven in het casino. Ik weet dat het stom is, maar ik vind het toch leuk. In het kabouter casino. Dit doen we gelijk hier even in de ender chest zo. Oké, 1 diamond erin. Klik op de knop. Gaan we wat winnen? Gaan we wat winnen? Zal er waarschijnlijk wel weer niet. Oh, ik heb wat gewonnen. Oh, name tag en 2 emerald blocks. Psst, not bad. Ik bedoel, voor een diamond... Nou, misschien staat het voor een diamond al slecht. Een name tag komt altijd van pas. Oké, okay, een andere diamond die gaan we dan ook maar verspillen. Komt-ie. En... niet lang. Niks, oké. Okay. Terug naar huis. Oké, jongens, in plaats van dat ik naar huis ga, wil ik nog heel even langs het grote spookhuis van meneer KB.
Omdat ik dus helemaal vergeten was om aan jullie te vragen, wat moet ik doen? Ik heb nou wel eens een liedje heb ik gezongen of een liedje voor hem geschreven of gezongen, weet ik wat allemaal, een refreintje. Ik heb geen beloning, het is gewoon dat ik dit moest doen omdat ik het gebouw inging. Maar, wat moet ik als reactie hierop geven, jongens? Wat willen jullie dat ik nu terug doe bij meneer KB? Dus vinden we het mooi geweest, zeggen jullie, sluit vrede. Nou, er is geen oorlog of zo natuurlijk, maar ik bedoel, ik had het tolpoortje gebouwd, hij laat me zingen. Het gebouw is nog niet af, dus er gaat waarschijnlijk meer met dit spookhuis gebeuren in de toekomst. En dan blijft het waarschijnlijk verboden voor piraten. Maar ja, ik zal geen piraat zijn om dat gewoon te negeren. Dus wat moeten wij hier doen bij het tolpoortje? Misschien kunnen we hier een... Oh, er is water, dus we zouden een bootje kunnen creëren. Iets leuks met een bootje en daar een soort opdracht voor meneer. Weet je, ik verzin wel wat. Reageer sowieso leuke dingen in de reacties. Het leukste zou zijn als jullie ideeën bedenken met hier een bootje. Iets piraatachtigs. Dat zou leuk zijn. Oké, laten we dan nog eventjes kijken of onze vriendelijke villager helemaal genezen is van zijn virus. Of wat hij ook had. Zijn verkoudheidje natuurlijk. Ik denk het wel. Mag inmiddels wel, neem ik aan. Even kijken. Nog steeds niet. Wat ben jij traag? Zeg omdat ik uit je chunks was gelopen. Jemig, wat ben jij traag, villager, hé? Ik creëer wel vast even een route voor je. Een minecart route. En dan als je klaar is, kunnen we hem gelijk die kant op sturen. Ah, jongens, hij besloot hem toch al. Voordat ik het. Ik wilde net gaan bouwen. Hij is besloten om toch al gewoon te genezen. Niet de goede zin. Ik weet het. Ik bedenk. Praten. Ik kom echt gewoon niet uit mijn woorden op het moment. Hij heeft besloten om alvast een villager te worden. Voordat ik het pad heb gemaakt. Praten is af en toe erg moeilijk. Goed, laten wij even goed het pad maken daar naartoe. Gewoon met de mayrails natuurlijk. Kapitein Snavel, zoals gewoonlijk is het aan jou de taak om de villagers te verwelkomen. Dus ik zal ze helemaal gewoon, ook al is het niet nodig, zal ik ze doorsturen. Kijk, en dan stoppen we jou. Kapitein Snavel, duwen iets meer die kant op hier. Zo, dan kan jij de villagers weer verwelkomen, oké? Of de villagers, de villager. Goed, ga maar uit je bootje, meneer. Dan bouwen we even zo, even kijken. Zo, dit hier. Dan een trappetje. Komt u maar. Hij staat helemaal klaar voor je. Zo simpel is het. Of je staat liever daar gewoon onder een baksteen of een steen. Hallo, wat wil je doen? Ja, ga erin. Kom, erin. Gewoon erin. Gewoon even klimmen zoals je nog nooit hebt geklimd in je leven. Kom op, je kan het. Het is gewoon een simpel dingetje waar je in moet. Karretje. Erin. Nee, niet zwemmen. Hoe kan het dat je erop staat, maar niet erin gaat? Dit snap ik. Ja, hè. Nou, daar gaat hij hoor. Doei. Succes, ik zie je wel daar. Ik zie je wel op de boot. Ik ga dit even slopen hier. Doei. Nou jongens, reizen. Slopen wij dit steen hier eventjes natuurlijk. Oeh, dan moet ik wel wat dirt ophalen zie ik nu, want dit ziet er natuurlijk lelijk uit hier. Zo, dan is dit ook allemaal weer netjes weg. Kijk, daar is hij al, kapitein Snavel. Ja, tuurlijk heeft hij hem opgevangen. Wat is het ook weer een goede kapitein, hè? Hij is gewoon het welkomstcomité altijd. Dan moet je wel even direct de boot in als ik je hier uithaal. Niet eroverheen, erin graag. Erin. Nee! Ga je heen? De boot in. Dan breng ik de boot wel naar jou toe als je dat zo graag wilt. Ik kan hem niet plaatsen. Ja, hij zit in de boot. En dat moet, jongens, omdat wij hem natuurlijk hier even het hoekje in gaan brengen. En dat moet dan door die open te doen. Dan hoppakee. Welkom in je nieuwe huis. Veel plezier. Geniet ervan. Misschien als je Harry kan vinden, laat het even weten. Hij is al een tijdje vermist. Ah, kijk, dit is waarschijnlijk de reden dat Harry is vermist. Omdat ze hierdoor kunnen ontsnappen. Oké. Dat is goed om te weten. Even nog de rommel opruimen in de zee hier, want er liggen nu overal mining rails en zo. Dan hier dit water even fixen. En als het goed is, gaat dat zichzelf fixen als ik hier gewoon dirt plaats. Of niet? Oh, jawel, kijk, daar gaat het al. En dan deze even vervangen voor mooie blokken. Zo, hoppakee. Als het goed is, jongens, is het nu helemaal prima. Ja. Tevreden. Goed jongens, dan is het helaas wel tijd om deze video weer af te sluiten. We hebben veel progressie gemaakt, die hele berg hier achter me met een nieuwe toren erop en een leuk verhaaltje erbij. We hebben gezongen, ja, dat is ook gebeurd ja. En dan is het nu aan jou de taak om lekker deze video te kijken. Dit is namelijk het vorige content veendeel. Heb je die nou nog niet gezien, moet je hem zeker even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date over alles wat er gaande is. En dan nu spreek je later, glaasje water telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.